was dat je eerste week in Waalwijk? Hoe was je vakantie? Ja, de vakantie was heel goed. Lekker tot rust gekomen. Ik ben lekker naar huis gegaan, naar Griekenland, naar mijn familie, samen met mijn vriendin. En, van de lekker weer genoten. Lekker tot rust gekomen, lekker gegeten. En nu moeten we weer aan de bak. Hoe is je eerste indruk van de club en de spelersgroep? Heel goed. Heel positief. Je ziet dat iedereen zin heeft om te starten. En links en rechts zijn wel veranderingen met wat we gewend zijn door corona. Maar iets even niet anders. Dat is momenteel de realiteit. En daar moeten we mee gaan doen. Maar in ieder geval blij dat we samen kunnen trainen, partijen kunnen spelen, positiespel. En ik heb het enorm gemist. Hoe gaat het op zo'n eerste werkdag? Stel je dan jezelf voor, te midden van de groep? Ja, natuurlijk. Ja, afgelopen dagen heb ik een paar van de jongens gezien. En natuurlijk ga je voorstellen. En dan vanzelf ga je gewoon met de jongens kletsen. En dan zo probeer je ze te leren kennen. Maar we hebben genoeg tijd voor ons. En ik heb gewoon, hoe zeg je dat? Ik ben gewoon positief. En een goed gevoel dat we een mooi seizoen kunnen van maken. De eerste training zit erop. Hoe vond je het ervan? Ja, goed. Ja, is heel goed. We hebben positiespel gespeeld, goed, een beetje gelopen, maar dat was gewoon basis. Maar toch is wel lekker dat je contact met de bal kan maken na een tijdje. En ik vond het gewoon prima, niveau was aardig. En natuurlijk moeten we beter worden, dat weet iedereen. Maar in ieder geval zijn we gestart en dat is het allerbelangrijkste. Heb je zulke dingen ook gemist? Ik denk vooral als keeper is het natuurlijk lastig om fit te blijven en in de voorbereiding, vooral in deze periode, de corona-periode, omdat je natuurlijk niet, je krijgt geen bal op je afgeschoten. Ja, dat is echt zo. Ik heb veel gelopen tijdens de quarantaine, veel kracht gedaan, maar natuurlijk is het niet hetzelfde. Eind van de quarantaine heb ik links en rechts wel een beetje balletjes kunnen vangen. Maar natuurlijk is het niet hetzelfde zodra je met de groep bent of echt een keeperstraining hebt. Dan moet je hard werken en dat gevoel moeten we terugvinden. Maar ik ben gewoon overtuigd dat ik die snel terugkrijg. En zoals ik zeg, ik voel me hartstikke fit. Enorm zin dat ik bij RKC ben. Lekker voetballen. En we zijn iedereen momenteel is iedereen gezond. En dat is ook belangrijk. En daar moeten we vasthouden. En leuk seizoen van maken. De kop is eraf. Waar kijk je het meest naar uit? Ja, dat de competitie gaat starten, eerlijk gezegd. Dat is het mooiste wat er is. Een tijdje nu dat alles, dat voetbal stil ligt. En nu mogen we weer langzaam starten. En langzaam eigenlijk niet. We zijn weer volle bak gestart. Maar tot de eerste wedstrijd. Niet alleen volgende week de vriendschappelijk, maar de echte werk van de competitie. Daar kijk ik enorm naar uit. Dat kan ik gewoon niet wachten.